Goedendag, dames en heren. Je zei het dan weer, hè? Met een schoon pakketje. Een Milon-pakket is dat. Dat kunnen een heel jaar gaan fitnessen bij Tiga. En dat is echt waar, dat is een speciaal programma die je dan helemaal af gaat lopen. En dan echt waar, binnen een hele korte tijd heb je echt gefitnessd voor zeker 3-4 uur. Daar kun je natuurlijk alleen een heel jaar naartoe gaan, maar je kunt hem ook delen. Dat u met uw beste vriend of vriendin samen met de pas genoet. En dan geldt het een half jaar natuurlijk. Ja, wat moet ik er nog meer over zeggen? Ga doen, ga doen. Breng een bot uit. En het hoogste bot, die heeft hem. Ik kan u ook nog even zeggen, Tiga is heel fanatiek geweest binnen het ruilspel van Dommeland. Ze hebben bijvoorbeeld al een bot gedaan op Peter de Koning. Die fotosessie, daar hebben hun ook al een bot op. En die hebben ze al gekocht namelijk. Dus ja, als mensen denken, waar is dat gebleven? Dat is al van de deur. Die gaan we zo meteen gaan we die daar naartoe brengen. En ik mag u voor zeggen dat u daar ook bij betrokken bent. We gaan er met z'n allen toe. Komt u er nog binnen? Ja, komt u maar. Is het u? Zo. Ja, echt een hele gelukkige vrouw dan. Ja, fijn joh. Oh ja. Wilt je zien wat het is? Oh, van Peter, die kennen we. Kent u die? Ja? Ja, ik ken er niks van. Ik zoek namelijk Gemmy Schellekes. Maar u bent Gemma? Hallo, ik zit Juliette. Gemmy Schellekes. Dag, hallo. Ja, inderdaad, ik moest u... Komt vast niet uit de buurt, maar vertel. Nee, nee, ik kom inderdaad ja, uit Dis, dus dat is niet belangrijk. Nee, ben je nu, hè? Dat is waar. Het is namelijk zo, ik mag u namens Dommeland en namens Peter de Koning een check geven, want u hebt namelijk geboden op de fotografie een fotosessie van hem. Ja, dat klopt. Daar ben ik heel blij mee. Ja, en super. Weet je, ik zat er toch een beetje nieuwsgierig naar, eerlijk gezegd. Ja. Waarom pak je nu een eigenste camera en trek je nu een eigenste fotokus? Ja, waarom kies nee, je nu klopt. Voor Peter? Waarom doe je dit dat? Dit is een geweldige ruilactie van Omroep Dommeland. En ik wilde die heel graag omdat Peter foto's maakt. En zeker in mijn branche met kinderballet, in een theater. Maar ook van dit bijzondere gebouw. Altijd wil ik dat hij dat doet. En nou kwam dit. Toevallig op mijn pad. Ik ga u feliciteren hiermee. Ja, ik ben er heel proficiat. Blij mee. Besteed het goed. En waarschijnlijk gaan we de plaatjes ook nog wel zien. Die gaan we zeker wel zien. Zo is dus, het. Dat is mooi. Dames en heren, u ziet, het is nu een gelukkig mens. Hij heeft een bot gedaan. Ze is echt wel zo gelukkig hiermee. U maakt nog steeds kans. Er zijn heel schone producten nog waar je op mag bieden. De hoogste bot is wat geboden is. Dat gaat het vooruit. Als het na 2 weken niet overboden is. Dus, je ziet het, hè, wat het kan brengen. Ik ben er blij mee. Sorry. En Dommeland is er blij mee. En al de goede doelen, waar ze tenslotte ook voor hebben ingezet, zijn er ook blij mee. Dus, ga ervoor. En ja, grijp je kans, zou ik zeggen. Hè. Zeg proficiat. Tot ziens, Juliette. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Tot ziens, hè.